Goeiedag, ben ik weer. Leuk, gezellig. Lang niet gezien, weekje geleden alweer. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag zit ik weer op hetzelfde plek als vorige week. Want ik ga een part 2 doen van de video van vorige week. Namelijk van de Q&A. Er waren nog echt heel veel meer vragen. Dus waarom geen part 2 doen? Heb je er nou weer zin in? En vond je de vorige leuk? En denk je nou, ik heb ook weer zin in deze video, man. Dan geef even een duimpje omhoog. Abonneer nog even op mijn kanaal, als je dat leuk vindt. Dat zou ik wel heel leuk vinden, dus alvast bedankt. Oké, laten we gewoon gelijk van start gaan met vraag 1. Welke mascara gebruik je? Je wil niet weten hoe vaak ik deze vraag krijg. Mocht je nou even een reference... Mocht je nou even een eindresultaat laten zien. Dit zijn mijn wimpers. Met mascara natuurlijk. Dat kan je wel zien. Maar ik moet wel zeggen dat ik best wel lange wimpers van mezelf heb. En ze staan dan best wel omhoog. Dus ik weet niet of het aan de mascara ligt. Ik laat hem afzien. Ik vind deze dus heel fijn. Dit is die Lash Princess. Echt 3 euro. Zo, lijkt echt alsof ik al 20 jaar rook. Echt sinds 2 dagen geleden heb ik deze. En deze werkt echt heel goed. Dat is het, ja. Dit is van Essence. Deze is ook van Essence trouwens. Vraag 2. Als je iets aan jezelf moet veranderen, aan je innerlijk, wat zou je dan veranderen? Minder stressen, want ik stress echt heel erg. Wanneer is je verjaardag en welk sterrenbeeld ben je? Zo, moest ik nadenken over mijn eigen verjaardag, dat is best wel triest. Ik ben jarig 27 mei en ik ben een Gemini, een tweeling. 4. Ben je verliefd op iemand? Nee, daar doe ik niet aan. 5. Waarom zeg ik ook zo 4? 5. Hoe lang ken je Pinal en hoe lang ken je Laura en hoe lang ken je Michelle? Nou, ik had het er dus echt eergisteren over met Pien of zo. Ik had een keer met dansen, ging ik een keer bij PEC optreden. Bij PEC Zwolle, zeg maar, voetbal. Ja, echt lang geleden. Dat was 5 jaar geleden of zo. En toen heb ik Pien ontmoet, toen bij PEC Zwolle optreden. Dus ja, best wel lang al. En hoe lang ken ik Laura al? Oké, ja, nou, hier heb ik wel een backstory bij. Hoi Laura, als je dit ziet. Hoi. Ik en Laura, dat heb ik in de vorige Q&A volgens mij ook verteld, maar door TikTok. Ik kende haar dus eigenlijk al veel langer voordat ik echt een keer met haar ging afspreken, weet je wel. Het is niet dat als je... Snap je? Oké. Dus ik denk dat ik Laura ook al zo'n 5 jaar ken. Ik ga even appen. Hey vierkant, hoe lang kennen wij elkaar al? Ik heb het even gevraagd, want misschien heb ik het wel helemaal fout. Maar volgens mij 4-5 jaar. En hoe lang ken ik Michelle al? Michelle ken ik echt al vanaf dat ik 2 ben. Want ik zat dus zeg maar niet alleen op de basisschool met haar, maar ook zeg maar peuterspeelzaal. Ik heb 3 weken op de peuterspeelzaal gezeten, omdat ik zeg maar altijd moest janken als mijn moeder wegging. Dat we het daar niet over hebben. Dus ik heb daar maar 3 weken op gezeten, maar ik ken Michelle wel vanaf de peuterspeelzaal. Dus Michelle ken ik 12 jaar. Oké, volgende. Heb je ook bijnamen? Nou, ik heb echt ziek veel bijnamen. Ik weet niet of jullie die TikTok trend kennen van rating my nicknames. Die heb ik ook gemaakt. Ik heb hem niet geplaatst, want ik vond het saai. Oké, laten we ze even opnoemen. Beep. Beeps. Beepster. En dan hebben we nog Michelle noemen Bibble. Ik weet niet. Die vind ik leuk. Bibble. Dat zijn mijn meest voorkomende bijnamen. Wat kun je niet? Waar zou je willen dat je wel kunt? Niet sarcastisch zijn? Ik ben altijd sarcastisch, ik weet niet. Een grapje proberen te maken zonder sarcastisch zijn, want dat kan ik niet. Ik kan geen grapjes maken zonder dat die sarcastisch zijn. In hoeveel bioscoopfilms heb je al gespeeld? Begon met Elvis Wereld. Toen heb ik nog... Oh ja, ik heb met Tobias, mijn broer, heb ik in de film van Dylan Hagens gedaan. En dus 4 slijmfilms. 4 moeten nog uitkomen. Daar zijn we net mee klaar. In totaal 6 dus. Zing eens een stukje met je gitaar van een liedje dat je mooi vindt. Nou, hoe graag ik ook een liedje voor jullie wil zingen. Je hoort het aan mijn stem, maar ik kan wel even een leuk gitaarliedje spelen. Oké, okay. Oeh, sorry. Sorry. Alsof het ding ook gevoel heeft. Ik ga niet zingen. Ik ben geen pro of zo, dus don't judge, please. We doen wel Faded van Alan Walker. Maar ik ga er niet bij zingen, want mijn stem is echt dood. Oké, laat me even een quick disclaimer. Ik ben aan het filmen. Dan gaat nooit iets goed. Ik zweer het. Yeah. Hoeveel gaatjes heb je in je oren? Ik heb er nu 1. Ja, het liefst heb ik mijn hele oor vol. Maar mijn oren zijn zo... Mijn oren zijn heel raar. Dat is een hele rare zin. Mijn oren zijn echt anders. Want dit gaatje heb ik na mijn A-diploma. Mijn eerste gaatje. Dat ging echt verschrikkelijk. Want letterlijk, ik heb gehoord van mijn moeder... Dat toen ik aan het slapen was, dat hele zweerknopje, zeg maar, mijn hele oor was er overheen gegroeid. En er kwam altijd helemaal bloed in mijn oren en zo. Het is echt niet grappig. Het ging helemaal zo kraken. Ook met echt zilver, ook met echt goud. Ook met, weet ik veel, chirurgisch staal heb ik een keer gehad. Het ging gewoon altijd fout. Ik weet niet wat het was, maar het was gewoon iets... En toen ineens was een soort van keerpunt in mijn leven. Toen kon ik ineens oorbellen dragen. Dus ik natuurlijk helemaal happy. Dus ik in al die enthousiasme gelijk een tweede gaatje schieten. Nou, en die ging dus weer precies hetzelfde als mijn eerste gaatje. Maar die was nog erger. Dus die heb ik uiteindelijk uitgehaald. Toen heb ik nog een keer mijn tweede gaatje geschoten. Mijn oren zijn dus nu heel rustig. En zeg maar, eigenlijk wil ik het gewoon nog een keer proberen. Dan heb ik dus weer grote kans dat dat weer gebeurt. Maar ik wil gewoon... Ik hou van oorbellen, weet je wel. Ik vind eentje gewoon zo weinig. En ik wil gewoon... Liefst ook gewoon een helix en zo.
Dat gaat sowieso mis bij mijn oor. Ik weet dat zeker. Dat moet ook door je kraakbeen heen, maar lijkt me niet zo'n goed idee. Volgende vraag. Wat is je slechtste vak op school en wat je beste? Ik sta voor alles een 10. Grapje. Was het maar zo. Mijn beste vak. Laten we eens even gaan kijken. Jongens, ik ben zo confused. Letterlijk. Ik heb nog niet eens gekeken wat mijn beste vak is. Maar dit kan helemaal niet. Dat kan letterlijk niet. Vorige toetsweek. Toetsweek 1 van dit jaar. Want nu zit ik in mijn tweede toetsweek. Letterlijk nu. Ik heb vandaag 2 toetsen weer verpest. Eerste toetsweek. Toen had ik een geschiedenistoets. En daar had ik echt precies niet voor geleerd. Want ik had gewoon mijn prioriteit gesteld op andere vakken. Ik had het wel gewoon een beetje doorgelezen. Want we hadden zo'n samenvattingje gekregen. Die heb ik gewoon een aantal keer doorgelezen. Toen heb ik gewoon die dag voor de toets. Heb ik gewoon dingen gearseerd. Wat gewoon gearseerd. Gemarkeerd. Die belangrijk waren. Heb ik dat doorgelezen. Heb ik die toets gemaakt. En ik dacht, nou ja, ging wel oké, 6. 8,5. Wat? Ik heb altijd dat de toetsen waar ik gewoon niet voor leer, gaan zo goed. En de toetsen waar ik echt gewoon al mijn tijd in stop, gaan verschrikkelijk. Oké, maar in ieder geval, geschiedenis is dus nu mijn beste vak. Ik weet echt niet hoe dat is gebeurd. Wat is mijn slechtste? Duits. Dat had ik ook niet per se verwacht. Duits is mijn slechtste. 4,3. Welk kledingstuk zou je nooit aandoen? Ik heb een mannelijke en een vrouwelijke versie. De mannelijke is deze. Zeg maar, stel, ik zou een jongen zijn, zou ik echt nooit van mijn leven voor geen 100 miljoen euro, zou ik zo'n hele skinny jeans dragen met van die verfspetters erop. En dan, wat het nog 10 keer erger maakt, maar wat ik even niet kan vinden, zijn van die uitrekstrepen soort van erop. Ik weet het dan op je knie, weet je wel, alsof het zo'n stuk is gegaan en weer opnieuw is genaaid. Maar dat is dus zeg maar dit. Oké, ja, dat zou ik dus echt nooit dragen als jongen. En voor meisjes, ook skinny jeans, zou ik ook nooit dragen. Nu. Ik vroeger wel, want ja, volgens mij had iedereen de skinny jeans fase. Oké, wat? Girl! Iemand zegt, klopt het dat je rookt? Nee, ik ben echt de grootste anti-roker die je gaat ontmoeten. Nee, ik rook zeker niet. Ook nog nooit geprobeerd. Ben ik ook zeker niet van plan. Nee, ik ga geen geld betalen om vervolgens in het ziekenhuis te liggen. Maar misschien ligt dat aan mij, hè. Misschien ligt dat aan mij. Weet je, ieder zo zijn ding. Wat vind je ervan dat je het enige meisje bent met 2 broers? Nou, ik word door mijn ouders eigenlijk ook echt een halve man genoemd. Ik vind het echt leuk eigenlijk. Of nou ja, echt leuk. Het is niet dat ik denk, oh my god, ik heb 2 broers. Wat een geluk. Snap je? Of nou wel, maar ik bedoel, het is niet dat ik denk van, ik zou zoveel liever broers willen dan zus. Want zus lijken me ook leuk. Maar ik kan wel heel goed met mijn broers, dus ja. Waarom mogen we je ouders niet zien? Het lijkt net alsof je alleen met je broers woont. Nou, jongens, nu komt dus eindelijk het punt dat ik het kan vertellen. Ik heb hier heel lang op gewacht. Eigenlijk mijn hele YouTube-carrière. Carrière. Eigenlijk de hele periode dat ik op YouTube zit, wil ik jullie dat vertellen. Maar ik vind nooit het goede moment ervoor. Ik woon ook alleen. Ik woon niet met ouders. Nee, dat is wel ook waarom je mijn ouders niet ziet. Ja, ik woon dus op mezelf. Nee, grapje. Stel, ik woon bij mijn ouders, maar mijn ouders willen gewoon liever niet op beeld. Op een onbewoond eiland. Welke 3 dingen zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Mijn gitaar, eten, nou vooral chocola. I don't care of het voedzaam is. Ik wil gewoon lekker eten. En waarom zit mijn lader er niet meer in? En mijn tandenborstel. Ik zou nooit in mijn leven kunnen slapen als ik mijn tanden niet heb gepoetst. Ik ben echt heel... vind ik heel naar. Wat voor telefoon heb je? Ik heb een iPhone 12 Pro Max. Ben je soms bang om dingen te posten? Dus voor mensen hun mening. Volgens mij heb ik ook zo'n vraag in de vorige Q&A gehad. Nee, echt alles behalve. Want wat post ik nou wat zo raar is, snap je? Oh ja, en stel er wordt dan uit een vlog een keer zo'n meme gemaakt. Ik zag laatst echt een hele leuk. Ik heb er echt om gelachen. Ik vind dat echt grappig gewoon. Door die teen gestoten? Ik hoop dat ik hem vind. Kijk, ik had zo een keer een vlog. Ik stootte mijn teen en het deed echt heel veel pijn. Dus ik zei zo van, oh shit, ik stoot mijn kleine teen. En dat is dus echt in heel veel TikToks in slow-mo gezet en zo. En ik kan daar zo van genieten. Wat is het gênantste, moeilijk woord, wat je ooit hebt meegemaakt met een fan? Heb je ooit iets gênants meegemaakt? Ding dong. Gênantste had ik ooit meegemaakt met mijn fan. People killing, people dying. Ik weet het niet. Ik heb volgens mij nooit echt iets gênants meegemaakt met een fan of iemand die op de foto wilde of zo. Wil je eens een make-up tutorial doen? Nou, ik had er dus laatst zo'n Get Ready With Me gemaakt voor TikTok. Ik heb hem eigenlijk nog niet geplaatst.
misschien ga ik hem ooit wel plaatsen. Ik weet dus niet of wat leuker is. Een praatcatword. Ik weet niet wat jullie leuker vinden om naar te kijken. Stel je wil nou een make-up tutorial zien. Moet ik dan zo'n praatding maken? Of eentje met een muziekje eronder? Had ik een praatding met een muziekje eronder. Ik dacht, weet je, ik doe gewoon niet één van beide, doe gewoon allebei. Volgende. Wat ga je dit weekend doen? Jongens, ik heb helemaal een leuk weekend voor de boeg. Ik ga zo over 3 kwartier moet ik in de trein zitten. Ik weet niet waarom, maar vorige Q&A moest ik ook al naar Pien toe. Had ik echt nog maar 5 minuten. Nu heb ik nog 3 kwartier. Maar ik moet nog wel mijn tas inpakken voor 2 nachtjes. Want ik ga dan naar Den Haag. Want Lilian woont in Den Haag. En ik heb Lilian echt al zo lang niet gezien. Morgen is zij jarig. Hartstikke leuk. Dan ben ik dan daar. En dan ga ik zondag weer terug. Wat zou je tegen je jongeren zelf willen zeggen? Geniet van de basisschool. Heb ik deze ook niet al beantwoord? Hoeveel jaar schil je met je broers Hugo en Tobias? Hugo is 19. Oh, mijn voet slaapt. Oh, dat is echt niet grappig. Hugo is 19. Ik ben 14. Wij verschillen 5 jaar. En Tobias en ik verschillen 3 jaar. Wat vind je het leukst aan acteren? Wat vind ik het leukst? Het is gewoon leuk om te doen. En de hele vibe van de set is leuk. En dat je lekker overdreven mag janken in de series. In scènes. Nee, grapje. Maar ik moest wel 2 keer huilen. In deel 4 heb ik 2 keer gehuild. Niet zelf, maar in de scène. Hoe zou jij je aesthetic / kledingstijl omschrijven? Nou, ik zou het niet echt met 1 woord kunnen omschrijven. Want ik heb echt 20 verschillende kledingstijlen. Soms ben ik echt de meest basic persoon op deze hele aarde. En soms heb ik een random stropdas om. En dan is het weer wat meer, I don't know. Ik heb niet per se 1 aesthetic of 1 kledingstijl. Keertje date. Tuurlijk. Hit me up. Drink jij, tussen haakjes, alcohol? Nee, ik drink alleen thee. Wie is je favoriete tegenspeler? Echt niet toevallig, Savanja. Tussen haakjes. Echt niet toevallig, Savanja. Hoi, Savanja, als je het ziet. Hoi. Edwin! Edwin Vierkant! Is het mode om een stropdas te dragen van je vader? Ja. Laura, als je het ziet, laat het even aan Edwin zien. Edwin is de vader van Laura. Er zitten hier weer een paar vragen tussen. Vind ik heel gek. Vind je het cringe om je oude YouTube-video's terug te kijken? Nee, ik vind het echt heel leuk. Kijk jij ook naar het programma Wednesday op Netflix? Ja, ik heb het echt binnen 1 dag uitgekeken. Ik vond het echt heel leuk. Gouden of zilveren sieraden? Mij staat goud echt niet, vind ik zelf. Het ligt gewoon aan je ondertoon. Ik heb een coole huidskleur, dus daarom zilver. Een koele, niet als in koel, maar als in koude. Ja, ach, lang verhaal. Welke McFlurry vind je lekkers? M&M's zonder saus. Zijn je ouders gescheiden? Want we zien ze nooit. Nee, mijn ouders zijn niet gescheiden. Ze zijn al zo'n, nou wat is het, 20 jaar bij elkaar. Misschien wel langer. Hoe kom je op het idee om je kamer zo in te richten? Echt, wauw, xxfine. Nou, dat zou ik vertellen. Pinterest. Pinterest is the biggest lifesaver. Ben je een ochtend- of een avondmens? Nou, ik ben een beetje een nachtuil. Ik krijg pas energie. Ik heb energie natuurlijk, maar ik krijg als mijn drukteaanval, krijg ik echt zo rond de... Ik moet over 1/2 uur in de trein zitten. Oké dan. Nu heb ik nog een kwartiertje. Laatste vraag even. Ik ben echt een nachtpersoon, want ik krijg echt pas in de avond, laat in de avond mijn energie. Niet dat ik iemand ermee stoor, want mijn ouders zijn ook altijd heel laat wakker. Either way, ik moet over zo'n maar 1 kwartier weg. Ik moet nog een tas inpakken. Ik ga nog omkleden, want het is ziek koud. Ik moet nog naar erheen rijden. Dus op zich mag ik me nu wel even gaan klaarmaken. Mocht je deze video nou leuk vinden, laat het even weten door een duimpje omhoog te geven. En abonneer je van mijn kanaal. En dan wens ik jullie een hele fijne avond, middag, ochtend, wanneer je dit ook maar kijkt. Ik was vergeten antwoord van Laura gekregen. 5 jaar. En dan gaan we weer door naar het einde. Nou, mocht je deze video leuk vinden, laat het even weten door een duimpje omhoog te doen. Dit. En even te abonneren. Abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie een hele fijne avond, middag, ochtend. Ik ga rennen om de trein te halen. Of nou, niet rennen, maar ik heb nog niet zo heel lang meer. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye bye.